It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag hebben we natuurlijk weer een nieuwe map uit de Supremacy DLC map, namelijk Kremlin. En dit is best wel een grote map, maar hij kan leuk zijn. Omdat er in twee torens zitten de twee miniguns tegen elkaar gepoint. Waardoor je dus wel een beetje fun kunt hebben. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Dit potje later op als je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt mij natuurlijk enorm. Als we die 40 likes weer kunnen hitten, dan is dat natuurlijk amazing. Dus we gaan nou eerst even kijken welke klas. Ik ga gewoon met de bal 27 spelen. En ja, deze map kan je ook wel goed met een sniper spelen. Eerst even iedereen muten. Je kan deze map ook wel goed met sniper spelen. Alleen, ik ben niet echt in de stemming om te gaan snipen op dit moment. Dus als je dat niet erg vindt, misschien de volgende keer. Dan was ik al bijna dood. Kiekeboe. Wow, daar heb je wel geluk hoor. Moet ik eerlijk toegeven. In mijn rug. Teammate pakt het wel op, denk ik. Ik ga even hierheen. Kijken of we hier misschien wel even iemand kunnen gaan killen. Ik heb al 3 keer die gozer gekild, geloof ik. Oké, je zit al die minigun te gebruiken dus. Je hoort het gewoon. Moet eerder zijn dan mijn teammate. Oh, teammate, fuck jou. Het was iets eerder dan mijn teammate, maar wat we even gaan doen is heel even hier liggen. Zoals je ziet, zitten hier alle enemies. Zodra ze naar binnen komen, zijn we de lul. Dus blijf nog heel even hier liggen. Nu ga ik wel weg, want mijn teammates komen er al aan. Ik heb bijna mijn UAV binnen. Die wil ik ook eventjes gaan halen. Nog 1 kill daarvoor. Let's go. Nog 1 kill. Dan heb ik mijn sister Mac ook binnen. Ik hou even mijn UAV in. Kijken waar die gekke enemies zitten. Oké, lekker. Bommen heb ik ook bijna binnen. Zit op een 10 schiet. Dat gaat lekker. 90 puntjes voor mijn bombing run. Of 1 kill natuurlijk. Dat kan ook. Oké, ik heb mijn bommen erin. Hoe gaan we hem gooien? We gooien hem lekker hier. Dan komt hij wel op mijn eigen hoofd, dus ik moet heel snel daarheen. Ik denk dat ik het nu wel overleef. Die dood van Chesso. Mooie triple kill. Let's go. Oké, ik heb het overleefd. Ik ben nog wel zo'n retard dat ik dan dood ga door mijn eigen. Bommen erin. Maar dat is deze keer niet het geval. Gelukkig. Anders had ik wel mad geworden in ieder geval. Daar kan ik echt boos om worden. Als ik gewoon zo noob ben dat ik dan dood ga door mijn eigen streak. Jongen, dan kan je me echt weggooien. Ik zweer het je. Ik vind gewoon de domste dingen die je kan doen. Gewoon dood gaan door je eigen domme fouten. Ik ben nog wel tegen full lobby. Ik dacht dat kon niemand tegen. 15 streak. Achter me. Oh, lekker teammate. Thanks. Er zit één hier boven me. En daarin. Nee! God, hoe heb ik dit overleefd? En dan overleef ik dit nog. Oh, jongens, nog 18 streak. Wow. Shit, man. Oh. Ik was even aan het stressen daar zo, jongen. Hoe ik dat overleefd had, is echt niet normaal gewoon. Holy shit. Oh. En hier val ik gewoon, want mijn handen zweten. Oh, echt mijn handen droog maken. Shit. Holy shit, boys. Let's go. Nu moet ik gewoon even de potje afmaken.
dacht al, waar de fuck, wat, die UAV glitch een beetje. Gaan we kijken of we met de minigun een kill kunnen maken. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Hopelijk komt hier een. Nee dus. Oké, dan moet ik weggaan. Oh, enemy zit in die minigun. Let's go. Lekker man, dat ding maakt die enemies lekker dood. Het zijn gewoon een soort van IMS dingen. Nou, voor mij doet hij het alleen als je erop staat echt. Ik heb blind en ik ga er niet door dood, dus. I don't care, maar alsnog. Achter ons. Oké, op zeker dat ze nu achter me gaan komen. Week 100%. Told you. Ik heb het gezegd. En oh my god, en dan komt hij ook echt op die manier achter me. Dat had ik niet voorspeld. Maar net nu hebben we UAV, ik heb toch lopen over aanstaan, dus. Mij doet het niet zoveel. Hé, ik bouw me wel van. Hoe gaan mijn teammates dood dan? Wauw, ik ga nu echt slecht, man. Opeens 4 keer achter elkaar dood. We moeten er wat beters uit kunnen halen. Ik wil in ieder geval wel dit potje winnen. Let's go. Dan maar via hier lopen om het iets stelver te doen. Je weet niet of ze hier zitten hoor, maar je weet het nooit met kot AW. Wow! Hoe de fuck, hoeveel code heb ik daar nodig? Kom maar boys, nog 25 kills. Let's go, mooie double kill was dat. Maak er maar een triple kill van. Ik was echt in de veronderstelling dat daar iemand liep. Maar dat was er niet zo. Enemies hebben een Warbird. Maar ik heb blind eye. En als hij hem op aggressor heeft staan, dan heb ik er geen last van. Tenzij hij hem zelf stuurt, maar dan ziet hij me ook onmogelijk. En dan ziet hij geen rood dodge omheen, dus. Ik hoef me niet heel veel zorgen te maken voor die Warbird. Toch maar wel, want hij killt me. Ja, hij ziet me ook lopen, dat is logisch, maar. Achter je, maat. Jammer, teammate. Ik was net iets eerder dan mijn teammate. Nou, dat kan niet raken. Ja, dat was mijn teammates. Kill. We moeten nog 17 kills maken en het sportje afgelopen, dus het gaat ons wel lukken, denk ik. We moeten bij zo slecht aan dat het echt niet gaat lukken, maar goed. Shitties, man. Maakt niet uit, jongens. We gaan lekker. We gaan hard. 31-8. Ik vind het chill eindscore, hoor. Althans, het is nog geen eindscore. Bijna eindscore, maar... Ik wou die visjes gewoon houden. Dat is hem nog niet gelukt. Maar ja, misschien de volgende keer. Je weet het nooit. Oh, dit ding is zo sterk, hè, deze gun. Oh ja, en ik zag hem niet. Hij stond daaronder. Kom op, nog 7 kills. Nog 7. En nu nog 5. 4. Zit hier allemaal boven. En ik heb de final, geloof ik. Voor mij heb ik de final, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken. Let's go, ik heb de final. Ik vond het een lekker potje. 35-9. Het is wel een chill eindcore. Maar, moet je natuurlijk genoten van deze video. Laat als je een blauw duimpje omhoog houdt. Dan helpt me natuurlijk enorm. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan bedank jullie voor het kijken naar deze video. Zoals ik al zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.